wishing all of you a very pleasant conference. I hope we have a very good forum. Thank you. Ja, ik hou me bezig met de next nature, hoe technologie zo overal om ons heen is, complex wordt, ook oncontroleerbaar wordt, dat we dat als een natuur op zichzelf gaan ervaren. Here's what happens. At one point, I go through the technology, I go through the risk, I talk about the work that needs to be done before you even think about release. A scientist stands up and says, why do you keep talking about this? Why did you and those other guys publish a piece in Science? It would have been better if you kept your mouth shut. The technology is not mature quite yet. But besides, if you talk about this, there will be reaction. People will be upset. It is better that these decisions be made by people that understand. Duidelijk een droombeeld van hoe ik de toekomst voor me zie met synthetische biologie. Ik denk dat er heel veel dingen mogelijk zijn, maar dat we ook soms wel denken dat het een hele andere wereld gaat worden, terwijl ik me afvraag of het echt zo ver zal afstaan van wat we nu kennen. Another scientist reacting to our work on public disclosure and analysis of risk on gene drives said, you are fools. You do not appreciate that there is evil in this world. It would be better if we classified everything. In his case, it was because he thought that people would use the technology for evil, would take advantage of access and move on it in that manner. En deze stad is niet gebouwd vanuit het beeld van Next Nature. Ik verheug me wel om te zien dat dat dan op een gegeven moment wel zou gebeuren. Het idee dat we die lantaarnpalen die we zien, dat we die zouden vervangen door lichtgevende bomen. Ik zie ook een soort insecten eigenlijk. Een soort robotinsecten op zonne-energie. En die kruipen over al die gebouwen heen. En soms dan bouwen ze er iets bij. Eigenlijk net als een soort termieten. Alleen dan door ons gemaakt. Als je dan een extra kind krijgt, dan groeit er ook een extra kamer op je huis. Dat een soort intelligente ecologie wordt tussen biologie en technologie. Sinds 2007 leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. En dat is wel even slikken, want dan moet je ook die vraag stellen van wat voor stad willen we dan? What is it that we hope from technology? What is it that we want? And we can talk about what we care about now, that we want to preserve. So maybe we're hampered by not knowing the future, but at least we can talk about our visions for the future.